Afgelopen zondag heeft burgemeester Krikke van Den Haag haar ontslag aangeboden aan de commissaris van de Koning. Dat deed ze op een bijzondere manier, namelijk via een video op Instagram. Was dat slim om dat via Instagram te doen en hoe overtuigend was haar boodschap? Dat analyseer ik in deze video. Instagram is natuurlijk het medium om persoonlijke verhalen en boodschappen te delen. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat burgemeester Krikke op deze manier haar boodschap aan de burgers van Den Haag wilde vertellen. Luister maar eens naar dit fragmentje aan het einde van haar speech. Het valt mij zwaar, maar ik wilde jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Het fragment dat je net zag waren eigenlijk de laatste 10 seconden van de speech van Krikke. Jammer, want doordat ze niet begint met het aanspreken van haar publiek, kwam het niet erg persoonlijk over. Ze had bijvoorbeeld ook kunnen beginnen met beste inwoners van Den Haag. Dan had het een stuk persoonlijker geweest. Dat is niet het enige waar Krikke de plank mislaat. Ze leest overduidelijk haar boodschap af van de autocue of van een papier wat boven de camera hangt. Daardoor mist ze eigenlijk het oogcontact met de kijker en dat doet af aan de authenticiteit van haar boodschap. Wat verder opvalt aan de boodschap van Krikke is dat het niet lijkt op de meeste video's die je voorbij ziet komen op Instagram. Die zijn eigenlijk altijd snel, kort en uit de losse pols gefilmd. Een medium dat vraagt om interactie. De manier waarop Krikke haar verhaal vertelt is statisch, een beetje langdradig en het duurt ook heel lang voordat ze tot de kern van haar verhaal komt, namelijk dat ze per direct ontslag neemt. Haar manier van spreken en haar stemgebruik passen dus niet helemaal bij het medium dat ze heeft gekozen, waardoor haar boodschap veel minder overtuigend overkomt. Wat de burgemeester goed doet, is dat ze heel duidelijk en rustig spreekt. Hierdoor snap je precies wat er vooraf is gegaan aan haar beslissing. Pas niet helemaal bij Instagram, maar je snapt wel helemaal wat er gebeurt. En ook komt ze terug op iets wat ze eerder heeft gezegd. Ik heb daaraan toegevoegd het debat hierover met de gemeenteraad met open vizier tegemoet te zien. Het blijft toch een beetje een rare metafoor, dat open vizier. Beter is het die figuurlijke helm helemaal af te zetten. Dit om elke schijn van een vechtstand tegen het rapport te vermijden. Het maatschappelijk debat over de toekomst van Den Haag en zeker debatten van de gemeenteraad dienen altijd te gaan over de toekomst van mensen van vlees en bloed die in Den Haag wonen, werken en recreëren. Bijzonder, want dat is niet iets wat politici vaak doen. Krikke geeft aan dat ze open en eerlijk wil zijn en dat maakt indruk. Het draagt ook bij aan het beeld van een populaire en integere politicus wat belangrijk is en wat ze graag wil behouden ondanks haar vertrek. Al met al is het dus leuk dat de burgemeester probeert om met haar tijd mee te gaan en Instagram gebruikt. Maar ook al legt ze op een super gestructureerde en precieze manier uit waarom ze ontslag neemt, het komt niet helemaal lekker over omdat het niet bij de snelle en persoonlijke stijl past die Instagram nou eenmaal met zich meebrengt. In plaats van in een persoonlijk bericht van burgemeester naar burger, neemt Paulien Krikke op een formele manier afscheid van Den Haag. Wat vond jij van het afscheid van Paulien Krikke? Laat het je onder achter in de comments en abonneer je op ons kanaal.